Veel kinderen zonder oppas thuis. Veel kinderen worden zonder oppas thuis gelaten, concludeert de Stichting Kinderen en Jongeren Telefoon KJT. Jacinta Jongelok-Dundas, directeur van de KJT, zegt dat bepaalde kinderen vaak naar de hulplijn, Milijn, bellen zonder dat het noodzakelijk is. Geen ouder, geen volwassene merkt dat zo'n kind zo lang aan die telefoon is. En dat baart ons ook zorgen. Maar dan vraag je gelijk af, één, moet het kind niet op school zijn? Nu is het COVID, maar moet je op een bepaald moment van de dag moet je toch bezig zijn met je schoolwerk? Ze zeggen ook vaak dat ze alleen thuis zijn. En ook al hoor je volwassenen op de achtergrond soms. Het valt niemand op dat zo'n kind gewoon de hele dag met zijn mobiel bezig is. En dat is, dat is jammer, want een kind heeft meer dan een mobiel nodig. En het kind moet zeker onder toezicht zijn. En zeker als er een mobiel is met internet, alle dingen die er nu kunnen gebeuren, alle gevaren waar kinderen aan blootgesteld worden of kunnen worden als zij onbeheerd op het internet kunnen gaan. Dus ja, die trend zien wij en we maken ons erg zorgen over. Natuurlijk probeer je een praatje te maken met de kinderen om te weten wat is er aan de hand. Wat maakt dat je zo vaak kan bellen? Waar zijn je ouders? Met wie ben je thuis? En dan merk je toch wel dat heel veel kinderen, nou ja, heel veel, de kinderen waarmee wij hebben gesproken en die ons vastbellen, dat ze onbeheerd thuis zijn. Jacinta Jongelok-Dundas, directeur van de Stichting Kinder- en Jongeren Telefoon. De statistieken van de afgelopen 6 weken geven aan dat er ook jongeren zijn met suïcidale gedachten. Jongelok-Dundas zegt dat er serieus gekeken moet worden naar dit vraagstuk.